Yo gasten, Clashmerion hier. Vandaag doe ik eens weer Clash of Clans. Zoals je ziet ben ik Tarantina. Vandaag gaan we echt allemaal nieuwe dingen erbij kopen. Ik ben trouwens ook geen Legend League meer. Dat komt gewoon puur omdat ik niet meer zoveel tijd had om te pushen. En ik wou mijn heroes op. Maar vandaag ben ik gewoon Tarantina. Ik dacht, 30 duurt wel heel lang. 26 vind ik prima. Ze gaan ondertussen nog naar 27. En vandaag gaan we allemaal nieuwe dingen erbij kopen. Ik heb zelf nog een elixir rune. Ik heb nog een paar maat. Of alleen een elixir rune. Magische items zou ik zeggen. Vandaag gaan we in de winkel allemaal nieuwe dingen kopen. We beginnen gewoon eerst met de traps. Binnenkort komt er ook een nieuwe beest. Alleen ik heb mijn laboratorium en mijn muren even geüpgraded. Want ik had te veel goud. Dus ik dacht ik koop die muren al vast. Dat moest gewoon even. En mijn laboratorium. Zodat ik weer gelijk iets kon onderzoeken zeg maar. Zoals bijvoorbeeld een draak. Alleen jammer dat het is genervd als je dat nog niet wist. Nou, dan moet je net één lightning spel meer. Maar goed, we bouwen eerst gewoon al deze traps. Kijk, hier nog een skeletton. Lekker. Mocht ze te storen. 10 cent bouwen. En dan moeten we nog 10. Wat zou ik doen? De Inferno Tower gelijk of zou ik wachten? Kijk hoeveel gold heb ik. We kunnen ze trouwens ook nog wel aanvalletjes doen. Weet je wat? Ik bouw gewoon gelijk 1 Inferno Tower. En dan kan ik mijn Warbase natuurlijk altijd nog even op. Are you serious? Ik heb het gewoon niet gezaved. Maar we gaan opnieuw. Klaar, nu is in ieder geval mijn Warbase klaar. Zo. En dan toch nog weer even een kleine aanpassing op bijvoorbeeld in Clamor League echt gewoon kan helpen. We kunnen nog trouwens wat muurtjes upgraden. 500. Nog 500 en dan kunnen we even aanvallen. Is een bar aanval nog nodig? Nee, dit gaan we zo hard verliezen. Ach ja, dan gaan we nog gewoon even een normaal aanvalletje doen. Ik gebruik nu draken met lightning spells, dat vind ik heel chill. Maar zoals ik al zei, is dat genervd, dat vind ik helaas. Wel ja, want nu heb je echt net één lightning spel meer nodig. Voor die air defense, dat is echt zo'n klein beetje HP. Maar daar kun je gewoon niks tegen doen. Maar goed, jullie zien mij weer als ik een tegenstander heb gevonden. Ja, en we hebben een tegenstander gevonden. Poeh, het duurde echt even. Maar we hebben een tegenstander gevonden. En ik zie ook dat die twee air defenses aan het upgraden is. Dat is nice. Kijk, zoals je ziet, kan ik ook laten zien wat ik nou precies bedoel. Ik moet wel even opzitten, anders krijg ik misschien tijd. Nou, hier kijk. Trouwens kunnen we deze airsweeper er nog bij raken. Kan dat? Ja, ik zie. Zoals je net zag, moest ik net nog één hit extra doen. En dat is dus zo fucked up. Maar we hebben een gelukje dat hij zijn air defenses aan het upgraden is. Daardoor kunnen we misschien een 3 sterren halen. Mijn leger is natuurlijk nog wel geboost door die town hall boost. Dus als je denkt, heb je leger nou echt al zo hoog? Je ziet dat ook aan die blauwe dingetjes dat geboost is. Maar het is gewoon nog een town hall boost. Ik ben er net één dag town hall 10. Ik had echt goud vol en zo. Maar we kunnen zo trouwens ook nog een bowler vrij spelen. En dat is eigenlijk wel heel speciaal. En Clamor League komt er binnenkort ook weer aan. Dan gaan Poeja te promoveren naar Kristal. Ik zal dat denk ik wel gaan opnemen. De aanvallen en misschien een montage ervan maken. Dan moet ik allemaal nog even kijken. En dat gaat waarschijnlijk wel goed werken. Die Inferno Tower. Ja, oké, die babydraak. Die was perfect. Want die multi, of die single, daar irriteer ik me aan. Want die babydraak gaan allemaal draken gaan allemaal stuk voor stuk op. Oh, gelukkig, net op tijd. Oké, ik denk geen 3 ster. Ik had het ook nog niet verwacht. Ik heb natuurlijk ook geen heroes, anders had ik het wat, zeg maar, wat hoog verwacht. Maar mijn heroes zijn al 27. Maar voor net dan op 10 is dat best hoog. Goed, we hebben in ieder geval de meeste buiten gemaakt. Of ja, we hebben redelijk wat buiten gemaakt. Nee, hier nog een draakje en dan is het denk ik wel goed geweest. Dan kan ik misschien nog wat loot pakken. Ik hoop op die elixir tank daar ook. Yes. Die pakt hij nog en dan krijgen we nog wat elixir. Ik heb ook nog een elixir runnen, dus elixir heb ik nu zat. Want daar gaan we dus straks nog even muren mee upgraden. En nou, hij kan nog wat pakken. Niet dat er heel veel in zit. Volgens mij heeft hij het echt 5 minuten geleden geleegd. Hoeveel kan dat draakje nog wel niet kapot maken als hij ook nog wat dark kan buiten maken? Maar ik denk meer dat het dark hierin zit, maar dit is toch een klein beetje dark. Dat draakje gaat maar door, ja. Ah, jammer. Precies wanneer ik begin te klappen, denk draakje, nee, jammer. We hebben 300.000 buiten gemaakt, is redelijk veel. We kunnen zo nog een aanval doen trouwens. Maar eerst wil ik even die muurtjes zo. Zo, kijken als ik dan alles kan opmaken. Nee, oké, dan zijn al mijn muurtjes nu gewoon even hoog.
Dat is nu wel chill. Ik kan niks van elixir kopen. Als goed. Nee, alleen nog maar defenses. Dus dat moet ik zelf nog gaan sparen. Ik koop nog 2 muurtjes van elixir. Dan zet ik nu mijn elixir dune in. Abo. En dan ga ik nu naar de bolen. Waar staat de bolen? Ja, hier. En dan duurt 5 dagen, maar dan heb ik bolen. Yes. En natuurlijk wil ik ook nog even mijn klein kasteel spelen. Alleen kost dat 6 miljoen. Dat is echt wel een flinke bout. Dus dat moeten we eigenlijk nog even zien te claimen. Ik heb geen star bonus meer. Maar wanneer ik een klein kasteel kan upgraden, doe ik dat. Hoe lang duurt dat? 6 dagen en Clan War League. Even kijken. Wanneer begint Clan War League? Begint over 19 uur. Dan kan ik helaas ook geen bolen, maar ook geen klein kasteel. Want dan heb je misschien nog. Kan ik mezelf bijvoorbeeld een karretje neer of doe dat een kleingenoot. En dan kunnen we toch nog iets verder komen. Maar goed, ik kan van het elixir kan ik nog wel muurtjes upgraden of wil ik sparen. Ik denk dat ik het gewoon bewaar. Simpelweg omdat een minion bijna klaar is. Welk level is die dan? Level 5. Oké, dat was nog een Talon 9 upgrade. Maar weet je, jullie zien mij weer als ik een tegenstander heb gevonden. Dit duurde net echt even lang. Hoop ik dat het nu even wat sneller gaat. Tot zo. Ik heb een tegenstander gevonden. Het is niet de beste loot. Ik weet trouwens ook niet waar nou de beste farmplek is voor Town Hall 10. Maar ik neem voor nu hier even genoeg van mee. Het is 73%. Oh nee, 74%. Nog 1% erbij. We hebben buiten gemaakt 300.000. Het kan zoals ik al zei meer. Maar ik weet niet precies de beste farmplek. Maar goed. Dan was het ook alweer de video. Ik maak het even wat buiten. Dan kan ik deze beelden trouwens nog actief zetten. Hey, ik doe het wel voor zo'n collector zo. Oh, dan gaat de booster af. Wacht, of wat wil ik anders doen met dat? Buiten. Nou, deze is dom. Want de Clan War League begint straks. Ik verwijder dit boompje even. Wat is nou slim? Nou, ik denk gewoon dat ik. Weet wat ik. Het kunt gewoon niet nieuw. Oh, trouwens, hier is zo 15 minuten al klaar. Oh, ik moet even wachten op dat boompje. En dan kan ik dan dat video afsluiten. Maar dat was ik ook weer de video. Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken. Drop natuurlijk zeker dat like als je dat niet hebt gedaan. En heb je nog niet geabonneerd, doe dat dan zeker. Dan kunnen we op weg richting abonnees. Gaat de laatste tijd niet zo hard, maar we komen er vanzelf. Later.